na het eten, na een afsluiting van het eten, zeg maar. Okay, ja, ja. Als men weg wil gaan, dus ja. Als een aantal weg gaat, dan net als niet gekloot. Hey, we gaan. Het is altijd de slimste om degene die het minst uitziet te laten filmen. Die staat zelf nooit op te filmen. Ja. Goed, hè? Goed bedacht, ja. Goed, hè? Dat hebben wij ook. Echt, ziet het perfect. Hij is in Amerika geweest, je jasje aan overgehouden. En die broek en die benen, dat weet ik niet meer. Hij heeft het ergens vandaan. Ik kan me zo voorstellen als die klopt. En nou Kees, hè, want die staat erbij op het zaal. Het is nog vroeg in het seizoen en ja, het zal toch nog wel een paar weken duren voordat er zich echt iets heeft uitgekristalliseerd. Die paas komt goed aan. Bal op de lat. De scheidsrechter heeft een vrije schop. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Die bal wordt onderschept. Waar was die dan met zijn gedachten? Een onbedoeld balcontact van de scheidsrechter. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Nee, deze man is duidelijk niet in vorm vandaag. Ook die bal komt weer niet aan. Wat hebben we toch een heerlijke baan, Joeri. Commentaar geven bij deze wedstrijden en nog genieten ook van het spelletje. Ja, nou niet altijd genieten natuurlijk, maar we mazzelen wel. We hebben de beste plaats in het stadion, Evert. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Daar is hij weer als een blok beton, hoor. Zo, hij staat weer. Was het dan toch allemaal theater? De doelman duikt erop. Geweldig. Dat zag er wel een beetje paniekerig uit, maar weg is weg, zal hij denken. Ver naast. Dit wordt menens. Scheelt bijna niets. De coach brengt een andere speler in het veld. Zo probeert hij de wedstrijd natuurlijk nieuw leven in te blazen. Ja, goed snel genomen. Couldn't fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Doelpunt! Die paas komt niet aan. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Zwak geschoten zeg. Prima, prima. De doelman kwam eruit om het schot te blokken, maar het was een slechte gok. We krijgen een vrije trap. Keeper moet even opletten. Goed opgepakt. Het is altijd een beladen wedstrijd. Die zou er vandaag aan het langste eind gaan trekken. Hij heeft verzorging nodig, want hij heeft flinke pijn. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. We naderen het eindsignaal. Hij is er voorbij, heeft nog steeds balbezit. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Yeah, you fucked up for the last time. You think you got everyone figured out. We're living in a glass house. Cause everything's shattering all around. Now tell me what you're mad about. I'm tired of all of the nonsense. And if you were to leave me now, I'd probably do nothing to stop it. I won't be missing you anymore. Missing you anymore. Kissing you anymore. Yeah, look at me. Missing you anymore. Touching you anymore. No loving you anymore. Is that what you really want? Is that what you really want? De scheidsrechter fluit voor het einde van dit duel.
Wat vind jij ervan, Juri? Nou, dit is een duel dat is altijd heel erg beladen. En als je dat dan weet te winnen, dan is dat wel lekker voor het zelfvertrouwen. Wat een fantastische pot voetbal. Tot de volgende keer. Dit was Evert ten Apel.